uitbreiding van Corne van de Sand, de sluis, is belangrijk. Goed voor de economie, goed voor het water en alles wat daarmee te maken heeft. Het is niet voor niets onderdeel, de hele maritieme sector, van de topsector water. Het is dan ook belangrijk dat alle overheden die hierbij betrokken zijn, en dan bedoel ik de lokale provincies, de gemeenten, maar ook het Rijk, hier hun verantwoordelijkheid innemen. Mijn naam is Sijbrand de Vries. We zitten in Makkum en we staan voor de scheepswerf van de Vries Makkum Vetship. De sluis zal voor ons direct kansen bieden. Zeker in op het gebied van het bouwen van nog grotere jachten. We zien dat daar steeds meer behoefte naar komt. Tevens is het dan ook mogelijk om schepen die wij hier vandaan laten vertrekken, terug te laten komen voor verbouwklussen en refitwerkzaamheden. We hebben op dit ogenblik zo'n 250 vaste medewerkers hier aan het werk. En ik voorzie dan, op het moment dat dat kan, dat we veel meer uren gaan maken per jacht. En zo ook meer uren en meer mensen hier aan het werk kunnen hebben. Deze verbreding en verbetering van de vaarweg geeft zeker kansen voor Nederland. Omdat wij natuurlijk niet alleen met bedrijven hier uit Makkum werken, maar ook bedrijven uit het Rotterdamse, Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland. En als we hier grotere jachten kunnen bouwen, kunnen wij ook meer werkgelegenheid hier bieden, maar ook in Nederland. Nou, mijn naam is Daan Balk, ik ben directeur-eigenaar van deze scheepswerf. Zoals u ziet hier, Urk is het centrum van de scheepvaart, zou ik haast zeggen. Hier vind je een combinatie van pleziervaart, bedrijfsvaart, zeegaande schepen, binnenvaartschepen. En wij beginnen tegen onze fysieke grenzen aan te lopen. Wij zijn met de Buitenhuis Dijkse Haven ook een van de investeerders voor de nieuwe plannen met de Cordewerder Zandsluis. Wij motiveren dat heel erg, omdat we eraan toe zijn. Het laatste nieuwbouwproject wat wij gedaan hebben is met heel veel moeite naar zee kunnen brengen. Nu ziet u weer dat er een stuk bij de loods aangebouwd zit. Wij moeten groter en dan kunnen we weer groeien. En die mogelijkheden zijn er voor ons. Die zijn er voor Hoekman, voor Hartman, voor ons allemaal eigenlijk. En wij zijn er heilig van overtuigd dat als wij die ruimte krijgen om te groeien, dan wordt dat ook ingevuld. Ralf Kerkstra, ik ben bedrijfsleider van firma Hoebemetaal en RDM Kampen. We zijn een familiebedrijf wat sinds 1893 werkzaam is in het schroot. Wij hebben ongeveer een verwerkingscapaciteit van 80 tot 100 binnenvaartschepen of drijvend materieel. Wij willen proberen dit natuurlijk uit te breiden en ons nog breder toe te leggen op de markt binnen West-Europa. Het zou voor ons fantastisch zijn dat de sluizen in Corne en de Zand verbreed worden. Omdat wij dan nog dieper materiaal en breder materiaal hier naartoe kunnen krijgen. En hier verder kunnen verwerken tot een eindproduct wat klaar is voor de hoogovens. Op dit moment kunnen we hier alleen nog binnenvaartschepen laden. En natuurlijk is het voor ons interessant dat we grotere tonnages af kunnen voeren. Otto Oldhuis. Ik werk bij Van Wijk en Oldhuis. En wij doen internationale handel in oliën en vetten voor voedermiddel, veevoeders, biobrandstoffen. Oleochemie. Onze goederen komen wereldwijd uit Maleisië, uit Zuid-Amerika. Onze afnemers bevinden zich in Engeland, in Scandinavië. En met name die landen denken wij dat toch een coasterhaven heel belangrijk zou zijn. Voor ons zou dat betekenen dat wij eenvoudige lijnen hebben naar onze klanten. Geen overslag meer in Rotterdam en ook een stuk kostenbesparing, maar ook heel belangrijk, wij handelen veel in biobrandstoffen en daar is CO2-uitstoot heel belangrijk en dat verwachten wij sterk te kunnen reduceren. Een grotere sluis bij Corne van de Sand is goed voor de scheepvaart, goed voor de handel en is ook goed voor de BV Nederland.